Het station van de toekomst, hoe ziet dat eruit? Op de Dutch Design Week besteedt de NS daar uitgebreid aandacht aan. Er wordt nagedacht over welke voertuigen voorrang krijgen. En daar wordt het station van de toekomst dan op gebouwd. De voetganger en de fiets zijn het belangrijkst. Gedeelde elektrische voertuigen daarna. En onderaan de ladder staan auto's aangedreven door brandstof. Willen wij Nederland mobiel houden, bereikbaar houden? Zullen mensen ook moeten kijken naar zijn er andere manieren waarop ik kan reizen die misschien meer duurzaam zijn of het juist weer een bijdrage leveren dat er meer capaciteit is, beschikbaarheid is voor iedereen. We moeten er vooral over gaan nadenken. En het gaat niet alleen om een appje. Nee, het gaat erom dat we keuzes maken en met elkaar het makkelijk maken om op een andere manier te gaan reizen. Een van die nieuwe vormen van mobiliteit zijn deze stepjes, elektrische stepjes. Nu nog verboden op de Nederlandse openbare weg, maar straks zou het zomaar kunnen dat deze stepjes bij alle stations in Nederland zijn om naar je volgende bestemming te gaan. Het is echt een nieuwe modaliteit, dus een nieuwe vorm van transport. En we zien ook dat mensen dit gebruiken op een andere manier dan bijvoorbeeld een fiets. Dus echt voor de micromobiliteit, kleine afstanden. Dus ik denk dat je dat in het Nederlandse straatbeeld dan zal zien opkomen. En wellicht zien we deze stepjes dus terug in de stad. Op de DDW is het in ieder geval een populaire attractie. Innovatie staat sowieso altijd centraal in Eindhoven, dus ik denk dat het wel een markt zal zijn waar vraag is naar een oplossing zoals deze. Er zijn ook veel campussen en dergelijke, dat zijn vaak ook goede indicatoren dat er een grote vraag is naar micromobiliteit. Een andere vorm van micromobiliteit zijn deelfietsen. Voor de DDW zijn er 600 extra OV-fietsen in de stad gezet. Die zijn op te halen bij de Eindhovense stations. Maar ze zijn niet altijd voorhanden. Hier zie je dat men heel graag met de fiets naar het station komt. Men ook heel graag weer een deelfiets pakt van het station af. En ook hier zie je weer dat je soms bijna een file krijgt, filevorming krijgt bij het fietsstallen. En dat je op een gegeven moment ook helaas weer nee moet zeggen op het verstrekken van een deelfiets. Dus ook hier kan je de vraag stellen van ja, hoe komt het toch dat iedereen een fiets naar het station brengt, die kunnen we bijna niet kwijt. En vervolgens mensen een fiets willen en die hebben we niet. En kunnen we dat niet aan elkaar gaan koppelen? En op dat gebied is dus werk aan de winkel. En ondertussen wordt er door bezoekers vast geoefend op zo'n elektrisch stepje. Vallen mensen wel eens hier? Zoals met ieder voertuig. Zoals je ziet hier, het traject is een beetje aangelegd op een soort hobbelig veldje. Dus daardoor is het nog net iets uitdagender dan op de normale weg. Tot nu toe gaat het allemaal goed. Ja. Maar voor de zekerheid doen mensen wel een helm op.